Hallo allemaal, jullie krijgen vandaag een les over lengte. Dit is een herhalingsles, dus jullie gaan het zeker kunnen. Wat hebben we allemaal nodig? Je werkschrift, je bundel, diegenen die een wiskanjersbundel hebben nemen die er ook bij en je neemt je neuzenneuzenboek bij volgende nummers. Verder heb je een meetlat nodig en een kladblad. En op dit kladblad teken je volgende tabel. Zet het even op pauze en teken deze tabel. Op het einde van deze les moeten jullie meet- en berekeningsresultaten telkens kunnen noteren in meter, decimeter, centimeter, millimeter en kilometer. Je kent ook de referentiematen hiervoor. En tot slot moet je herleidingen kunnen uitvoeren met standaardmaateenheden. Sommigen horen het nu misschien in keulen donderen. Dat is heel normaal. We gaan hier eerst nog wat oefeningen rondmaken en dan zal je zien dat jij het ook zeker kan. Hieronder zien jullie een overzicht van wie welke oefeningen moet maken. Zet het even op pauze en bekijk dit goed. Wanneer je de oefeningen allemaal gemaakt hebt, dan verbeter je met groen aan de hand van de correctiesleutel. Bekijk je neuzenneuzenboek en de fouten zeer goed. Voordat we starten aan de oefeningen, bekijken we een herhalingsfilmpje. Let heel goed op. Een lengte meten betekent meten hoe lang, breed, hoog of diep iets is. Daarvoor kun je allerlei meetinstrumenten gebruiken. Kijk maar. Een lengte wordt uitgedrukt in meter. Meter kun je ook korter schrijven. 1 meter is ongeveer de breedte van de deur van de klas. 1 meter is precies de lengte van een bordlat. Die bekijken we even van dichterbij. Deze bordlat is precies 1 meter lang. Een kleinere lengte kun je meten met decimeter. Ook decimeter kun je korter schrijven. 1 decimeter is precies de lengte van een rekenstaafje. 1 decimeter kan precies 10 keer in 1 meter. Een nog kleinere lengte kun je meten met de centimeter. Ook centimeter kun je korter schrijven. 1 centimeter is precies de lengte van een rekenblokje. 1 centimeter kan 10 keer in 1 decimeter. 1 centimeter kan 100 keer in 1 meter. Je kunt nog fijner meten met de millimeter. Ook millimeter kun je korter schrijven. 1 millimeter is ongeveer de dikte van een potloodlijntje. 1 millimeter kan 10 keer in 1 centimeter. 1 millimeter kan 1000 keer in 1 meter. Grote afstanden, bijvoorbeeld die tussen twee steden, meet je in kilometer. 1 kilometer kun je ook korter schrijven. Deze maat is 1000 keer zo groot als 1 meter. 1 kilometer is de afstand die je stapt in ongeveer een kwartier. Wordt het allemaal wat verwarrend? Een herleidingstabel helpt je om het verband te zien. In die tabel krijgt elke maateenheid een plaats, van groot naar klein. Aan de slag nu. Hoeveel centimeter is 5 meter? Je noteert 5 in de kolom van de meter en vult aan met nullen tot je in de kolom van de centimeter bent. 5 meter is gelijk aan 500 centimeter. Hoeveel millimeter is 12 centimeter? Je noteert 12 zo dat het cijfer van de eenheden bij centimeter terechtkomt en vult aan met nullen tot je bij millimeter bent. 12 centimeter is gelijk aan 120 millimeter. Hoeveel meter is 2,5 kilometer? Je noteert 2,5 zo dat de twee eenheden bij kilometer terechtkomen. De 5 noteer je rechts ernaast. In de tabel noteer je geen komma. Daarna vul je aan met nullen tot je bij meter bent. 2,5 kilometer is gelijk aan 2500 meter. Hoeveel decimeter is een halve meter? Eerst zet je 1 tweede om in een kommagetal. Daarvoor zoek je een gelijkwaardige breuk met nummer 10. 1 tweede meter is gelijk aan 15e meter. Dat kun je ook als een kommagetal noteren. Je noteert 0,5 in de tabel.
de 0-eenheden bij meter en de 5 ernaast bij decimeter. 1 tweede meter is gelijk aan 5 decimeter. Hoeveel decimeter is 310 centimeter? Je noteert 310 zo dat het cijfer van de eenheden bij centimeter terechtkomt. Om te weten hoeveel decimeter dit is, leg je je potlood achter deze maateenheid. Het potlood is nu de kommalijn. 310 centimeter is gelijk aan 31,0 decimeter. Dat is 31 decimeter. Dat doen we nog een laatste keer. Hoeveel meter in 750 millimeter? Je noteert 750 zo dat het cijfer van de eenheden bij millimeter terechtkomt. Om te weten hoeveel meter dat is, leg je je potlood achter deze maateenheid. Maar er staat niets voor het potlood. Daarom schrijf je daar een 0. 750 millimeter is gelijk aan 0 meter en 750 millimeter. Dat noteer je als 0,750 meter, of korter als 0,75 meter. De groene kevers, de toekans, de gestippelde kevers en de pelikanen mogen nu starten aan de oefeningen in hun werkschrift op pagina 4 en 5. Veel succes! Wanneer je graag nog enkele oefeningen samen maakt, dan neem je je bundel op pagina 192. We maken van elke oefening de eerste samen. Bij A moet je de lengtematen noteren in de tabel. Voer dan de herleidingen uit. Gebruik hiervoor de tabel. Denk er goed aan, je schrijft nooit een komma in de tabel. Je ziet hier al een voorbeeld staan. 7 meter, dus je schrijft de 7 in het hokje van de meter, want het zijn 7 eenheden. Maar je moet nu weten hoeveel millimeter het is. Dus je vult aan met nullen tot in het hokje van millimeter. En dan zie je dat 7 meter 7000 millimeter is. 6 kilometer. Je vult de 6 in het vakje van de kilometer in, want het zijn 6 eenheden. Maar nu moet je weten hoeveel meter het is. Dus je vult weer aan met nullen tot in het hokje van de meter. Dus tot hier. En dan zie je dat het 6000 meter is. Dat vul je achteraan in. We kijken samen naar oefening B. Probeer deze oefeningen nu zonder de tabel. Wanneer dit niet lukt en je dit nog een beetje moeilijk vindt, mag je van mij de tabel van op je kladblad zeker gebruiken. 180 centimeter. Hoeveel meter is dat? Je schrijft dus de 0 in het hokje van de centimeter, de 8 in het vakje links daarvan, dus bij de decimeter, en de 1 schrijf je dan bij de meter. 1 meter. Je moet weten hoeveel meter het is. Dus 1 meter, alles wat hierachter komt, daar zet je een komma achter, dus dan krijg je 1,80 meter, of 1,8 meter, want die 0 mag je laten vallen natuurlijk. Gebruik hiervoor je tabel en dan is het heel duidelijk. Bij C zien jullie verschillende vraagstukjes staan. We maken de eerste weer samen. Tom en Sami zitten in dezelfde klas. Tom woont 850 meter van de school. Dat is meter minder ver dan 1 kilometer. Hiervoor is het belangrijk om te weten dat 1 kilometer hetzelfde is als 1000 meter. Van 850 meter naar 1000 meter. Wat gebeurt er dan? Goed, er komt 150 meter bij. Dus het is 150 meter minder dan 1 kilometer. Dus hier vul je 150 in. Zo, jullie werken deze oefeningen nu af en verbeteren hierna. Veel succes! Ik overloop de oefeningen van de leerlingen met de wiskanjersbundel of de gele kaft nog. Jullie nemen jullie eigen bundel op pagina 248. Eerst lezen jullie deze grijze kader. Zet hiervoor het filmpje even op pauze. Zo,
Nu kunnen we starten aan oefening 1.2. Vul eerst de tabel aan. Noteer daarna de gegevens in de tabel en los dan op. We vullen dus eerst de tabel aan. Voor millimeter komt centimeter. Voor centimeter komt decimeter. En voor decimeter komt natuurlijk meter. Je kort dit op de juiste manier af. We maken de eerste oefening nu samen. 3,4 meter. We schrijven de eenheden, dus de 3, bij het vakje van de meter, want het is 3 meter. Dus de 3 schrijf je hier. De komma mogen we niet schrijven, want dat mag niet in onze tabel staan. En de 4 komt na de 3, dus dat schrijf je in het volgende vakje. Dus bij de decimeter. Je moet nu weten hoeveel centimeter het wordt. Dus dan moet je natuurlijk aanvullen tot aan het vakje van centimeter. Je vult aan met nullen. En dan krijg je 340 centimeter. Je vult dit hier ook in. Lees nu weer de kader bij 2.1 en zet hier voor het filmpje even op pauze. Bij oefening 2.2 vullen we weer eerst de tabel bovenaan aan. Voor decimeter in dit vakje komt er dan meter. En na decimeter komt centimeter. En hierna natuurlijk millimeter. Kort dit weer juist af. We maken de eerste weer samen. 43 decimeter. De eenheden moet je dus bij de decimeter schrijven. Dus de 3 in het vakje van de decimeter. Er staat nog een 4 voor. Dus je schrijft de 4, het hokje daarvoor. Dus bij de meter. Nu moeten we weten hoeveel meter het is. Je hakt met je hand of potlood na de meter, dus hier. Want de meter moet je natuurlijk zoeken. Je ziet de 4 bij de meter staan en na de hak komt de 3. De hak stelt de komma voor. Dus eigenlijk staat er hier 4,3. Dus het is 4,3 meter. Dit schrijf je hier op 4,3. Vergeet niet te hakken met je hand of met je potlood, want dit maakt het eenvoudiger. Bij oefening 3.1 moet je heel goed onthouden dat 1 kilometer 1000 meter is. Een halve kilometer of 1 tweede kilometer is dus 500 meter, want dan deel je dit door 2. 1 vierde kilometer is dus 1000 meter gedeeld door 4 en dat is 250 meter. Kijk goed naar dit kadertje. We oefenen dit bij 3.2. Vul passend aan. 450 meter plus 1 meter is 1 kilometer of 1000 meter. Wat moet je bij 450 meter doen om 1000 meter te krijgen? Inderdaad, je doet 450 plus 550 meter. En dan krijg je 1000 meter. En je weet dat 1000 meter hetzelfde is als 1 kilometer. We gaan weer aan de slag bij oefening 3.4. Los op met de tabel op de volgende bladzijde. 5 kilometer is centimeter. We nemen onze tabel op de volgende bladzijde erbij. 5 kilometer. Je schrijft 5 dus in het vakje van de kilometer. Maar je moest weten hoeveel centimeter het was. Dus je vult aan met nullen tot in het hokje van de centimeter. En dan zie je dat het een groot getal wordt. 5 kilometer is dus hetzelfde als 500.000 centimeter. Vul dit getal dus ook bovenaan bij oefening 3.4 nog eens op het lijntje aan.
Tot slot maak je oefening 4. Vul de juiste maateenheid in op het lijntje. Kies uit millimeter, centimeter, kilometer, meter, kilogram, gram, liter, deciliter of centiliter. Mijn tante is 1,68 groot en weegt 62 m. Goed zo, ze is 1,68 meter groot. Dus 1 meter en 68 centimeter. Dus ze is net wat kleiner dan een deur. En ze weegt 62... Goed, kilogram. Je drukt jouw gewicht uit in kilogram. Nu is het aan jullie. Heel veel succes en vergeet niet te verbeteren.